De palmen van Coroni zijn thans algemeen bekend. Een aantal deze planten is er haast geen merkbaar en de wilde die zich borgen berg in deze fraaie plant. Geniet het van een trotse naam, gewaaid van land tot land. Dinsdag 9 januari, we bevinden ons hier te Coroni. Achter mij ziet u de dijk van Coroni. Een van de belangrijke dingen zijn Coroni. Als je Coroni komt in de Konjana-Zee-dijk, naar dijk voor Coroni, dan kom je Coroni. Nou, laat me alvast meedelen dat we in Coroni zijn door tussenkomst van pastor Michael Delschot, wonende in Nederland. Die heeft 1 voor 12 gevraagd om wat voedselpakketten te overhandigen in Coroni voor Coronianen en dat hebben wij ook gedaan. Nou, we bedanken pastor Michael Delschot en de team die erachter staat, zoals Roosje Wijntuin en Charles van Etnel en van Com Collecte 90 jaar. En dat hebben wij vandaag gedaan om 8 voedselpakketten te overhandigen aan 8 mensen die het heel hard nodig hebben. Nogmaals dank pastor Michael Delschot, dank uw team en Godrijkse zegen. We kijken uit naar meer om meer mensen blij te maken. En ook andere mensen die dit initiatief willen voortzetten, kijken we uit om de mensen blij te maken. Misschien in Nigeria, misschien waar u ook wil, daar gaan we naartoe. We kijken ernaar uit en zeggen dank aan iedereen. Lobby, lobby, blessie. Ciao. Coroni is een wonderplaats, dat is algemeen bekend. Men leeft er voor... Goedemiddag, goedemiddag, mami. Nou, ik heb een pakket voor je gebracht namens Roosje Wijntuin en Charles van Etnel en van Gom Collector 90 jaar. Mag ik het aan u overhandigen? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dat is wel zwaar. Oh, zwaar, mijn dochter gaat het wel nemen. Ga zeker de middag verder. Ja, hetzelfde meneer. Ja, daar. We zijn momenteel in Coroni om 8 voedselpakketten, goed gevulde voedselpakketten, te overhandigen aan 8 mensen in Coroni. Nou, mevrouw, namens Roosje Wijntuin en Charles van Etnel en van Gom, 90 jaar collector, wil ik u een goed gevulde voedselpakket overhandigen. En ik denk dat dit hard nodig heeft. Ja, zeker. We hebben het zeker hard nodig, ja. En hoe gaat het met die verder? En bij mij, het gaat een beetje, maar ik was wel ziek, maar nu gaat het wel aan de beter gaan. En dank deze God daarboven. Daarom wil ik altijd mensen helpen. Omdat wat God voor mij gedaan heeft, wil ik teruggeven aan mensen. Amen. Ja. Want als hij er was, was ik niet hier. Alsjeblieft. Ja. Het is wel zwaar hoor, maar houdt het goed. En een kip, pak bootjes, gaat hij daarvoor eens hebben. Nou, laat me ook bedanken mijn vriend Michael Delschot. Deze man heeft ervoor gezorgd dat wij een ondersteuning hebben gekregen om deze voedselpakket te kopen. Michael Delschot, pastor Michael Delschot, bedankt. En de familie die erachter zat ook bedankt. Van zegen, dank. Dank u. Je had nog wat te zeggen? Ja, ik wil dat bedanken namens mevrouw Slory uit Coroni. En er zijn wel veel mensen hier die het echt niet zo breed hebben, maar ik wil moeten maken dat ze het hebben. En wat voor mij gedaan wordt, doe ik ook voor hun. En bedank alle donateurs. God zegen. Karasa blessoen, hoe lang aan Libi gezond, hoe lang aan kracht niet. En nog vele na deze. Amen. Ja. Alsjeblieft. Vele na deze en God zal u zegenen in het goede doel wat u doet. Coroni, land van melk en honing. Ali! Mag ik u namens Roosje Wijntuin en Charles van Etnel en van Gom 90 jaar collecte een goed gevulde voedselpakket overhandigen? Ja, mijn naam is Gisela. Hoe gaat het met u? Het gaat. Ik bedank iedereen. Bent u blij? Ja, meneer Gisela. Ik ben mama van hoeveel kinderen? 6. 1 is overleden. Nou, middag namens Roosje Wijntuin en Charles van Etnel en van Gom 90 jaar collecte overhandigen wij u een goed gevulde voedselpakket. We halen het zo voor u en dan mag je daar goed gebruik van maken. Bent u tevreden? Dank u wel. Helemaal. Bootjes, je mag het zelf. Het is wel zwaar hoor, houdt die even. Het is wel heavy. Dank u wel. En een pak bootjes. Waar mogen we dit voor u zeggen? Roni mila biu mis pemide en pemetang
zijn hier waar een kleine man, mama en papa niet thuis zijn. Hè? Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja, oké. Okay. Nou, mama, je bent op Wijntuin. Ik ben Marlene Wijntuin, ja. En Roosje Wijntuin, is dat bekend? Mijn tante is eergisteren overleden, toch? Ja, Roosje Wijntuin en Charles van Etnel en Van Gom, 90 jaar collect, hebben ervoor gezorgd dat we deze pakketten hebben kunnen brengen. Ja, ja. Is geweldig, hè? Wijntuin. Ja, maar populaire naam, maar. En welke Wijntuin bent u? Ik ben van Robert Wijntuin. Oké, oké. Roosje Wijntuin is mijn tante. Oké. Ja, hoor. Nou, laten we zeggen, het beste met de familie. Dank u wel. En ik dank de familie ook dat zij ervoor gezorgd hebben dat wij toch mensen helemaal in corona blij kunnen maken. Ja, nou, laat me ook blij. Ja. Ja, door die donatie, vooral voor deze kleine man. Ja. Laat me ook gelijk bedanken, mijn vriend Pastor Michael Delshot. Deze man belt me voor Gwen. Als het gaat om inkommateriaal, als het gaat om levensmiddelen. Pastor Michael Delshot, bedankt. Ik weet dat hij veel doet. En deze man is vreselijk druk. Ik kan hem bijna nooit bereiken, maar dan heeft hij tijd gemaakt om door tussenkomst van de donateurs mensen blij te maken. Lobby, bless you, Pastor Michael Delshot, bless you. Zegen, hoe gaat het met u? Mooi. Nou, mag ik u blij maken met het voedselpakket? Ja hoor. Ik denk dat dit hard nodig heeft. Ja. Wij allemaal, hè? Ja hoor. Hoe gaat het met u verder? Heel goed. Hoe is het wonen hier in Koroni? Ik ben even smalle atranger, hè. Ik werk niet. Ik ben aan mijn boy Waitang. Ik ben brong. Ik ben brong. Alles aan mijn brong. Ik heb mijn bakka. En Sani en zo. Mijn vrouw mijn laatste bloeddruk. Ik ben ziek met mijn atoso. En mijn vrouw die sabi. Dus ik ben dankbaar dat ik doe. God bless you. Vijf vinden dat om het of tafel toch voor Brazil Koroni? Boom. Namens Roosje Wijntuin en Charles van Etnel en Van Gom, 90 jaar collecte, overhandigen wij u een goed gevulde voedselpakket. En ook namens mijn Mattie. Pastor Michael Delshot, bedankt voor uw gesten, mevrouw. Bent u blij? Ja, heel blij hoor. Jawel. Kip, dit zijn boutjes dat u voor een hele poos kan gebruiken. Jawel, jawel. Hier hartelijk dank. Met hoeveel kinderen bent u hier? Ik ben met 5 kinderen hier. U bent een rijke mama. Jawel. Nou, ik zou zeggen, geniet van uw pakket en maak er goed gebruik. Ja, dank u wel. Zeker een middag. Jawel, en ook een gezegende middag verder. En, God bless. Ja, God bless you. Ja, jawel. Ook dank aan de donateurs die ervoor gezorgd hebben dat we de mensen in Koroni blij hebben kunnen maken. Dank u wel.